Ik word wel eens gevraagd tegenwoordig door gevestigde toneelensemblegezelschappen om een gek rolletje te vervullen dan, hè? Incestueus verhoudingje neer te zetten. Een rare jood willen ze me ook nog wel eens vragen. En zo kreeg ik van de week van Gerard-Jan Reinders ook weer een script in diezelfde bus gepropt waar die Volkskrant in had gezeten. En ik gelijk dat lezen en stond onderstreept wat ik dan zou moeten zeggen, mijn klauzen, hè? En nou, een troep, zeg. Gerard-Jan Reinders had mij even wat gestuurd, zeg. Moet je horen wat ik moest zeggen. Ik heb het ongeveer onthouden. Zo, probeer zo exact mogelijk te zeggen. Dan moest ik op een gegeven moment, moest ik zeggen. Heeft een jood dan geen ogen? Heeft een jood geen mond? Heeft een jood geen benen? Nou ja. Dus ik bel gelijk die Reinders op, zeg maar, Gerard-Jan, moet je luisteren, kijk. Ik wil alles doen, rare joden, prima, als betaalt ook nog goed, maar Dit krijgt mijn strot niet uit. Sorry hoor, deze rubbish. En toen zei Gerard-Jan Reinders, ja dat kan wel zo wezen, maar het is toch de koopman van Venetië van Shakespeare.